Hey, daar zijn we weer. Ik vergeet het wel eens te zeggen, maar je kan altijd een verzoekje aanvragen van joh, Mirai, zou je het daar en daar over willen hebben in je video? Dat kan via Insta, via mijn Gmail of gewoon als comment onder mijn video. En dat is gebeurd. De vraag was eigenlijk van ja, zou je misschien de emoties kunnen omschrijven? Ja, hoe jij je voelde en hoe we ermee om kunnen gaan als net ontwaakte lichtwerker in deze harde wereld. En wat er allemaal bij komt kijken. Ik vond het een mooie vraag, dus ik denk ik ga gelijk de natuur in. En deze video, ja, ik hoop dat jullie daar wat aan kunnen hebben. Nou, mijn fiets hier op de achtergrond, ik heb hem nou even neergezet. Dus ja, ik zeg wel eens, hè, ook aan dit komt een eind. Dus aan alles komt een eind. Ook aan een Dark Night of the Soul en aan verdriet. Wanneer je spiritueel ontwaakt, valt dat niet mee. Zeker niet als er in jouw omgeving mensen niet zo ver zijn. Niet ontwaken. Je dierbaren kunnen jou voor gek verklaren. Wanneer je het gevoel hebt, net op het moment wanneer je niet dieper kan zinken, dan moet je blijven vechten. Geef niet op. Geef de moed nooit op. Je bent sterker dan je denkt. Ze kunnen je het gevoel geven alsof je een wappie bent. Een complotdenker bent. Want hé, wat ben jij ineens veranderd? Want je verandert ook heel erg als jij spiritueel ontwaakt. En vergeet nooit dat je sterker bent dan je bent. Ja, zoiets. Je bent sterker dan je denkt, dat wou ik zeggen. Er komen daar wat mensen aan, dus ik ga even hierheen. Die willen misschien helemaal niet op de video. En ik wilde je toch deze stapel laten zien. Er is hier flink. Kijk. Maar blijf zoeken naar antwoorden op jouw vragen. En verlies nooit de hoop. Ook de anderen gaan ontwaken. Maar jij als lichtwerker bent gewoon een van de eerste die hier doorheen gaat. Jij draagt de lichtcodes in jou. Jij bent hier met een missie op deze aarde. Om juist die zaadjes te planten, waardoor anderen ook gaan ontwaken. Vergeet niet, je hebt nooit invloed op dingen buiten jou. Maar wel op hoe je ermee omgaat. En je mag negatieve emoties ervaren. Waarom zou je die wegdoen? Ik heb eigenlijk mijn fiets niet op slot gezet. Ik ben ineens te bedenken. Joejoe, fiets weg. Waar was ik gebleven? Oh, de negatieve emoties, tuurlijk. Die mag je ook ervaren. Die moet je juist toelaten. Waarom kunnen die er niet zijn? Want die zijn er. En die zijn er om jou wat aan te geven. Want tuurlijk is het niet leuk als jij als enige in jouw omgeving wakker wordt en je wordt niet begrepen door ze. Want wat voor emoties kunnen er allemaal bij komen? Jij kan gefrustreerd raken. Van ja, maar waarom snap je me niet? Je kan daar zelfs obstinaat van worden. Opstandig. Rebels. Je kan je onmachtig voelen. Je kan jezelf gaan afwijzen. De zelfafwijzing komt dan om de hoek. Je kunt je heel erg eenzaam voelen. Van jongens, ben ik de enige die hier ziet wat hier gebeurt? Ja, je kan je onbegrepen voelen. Je kan je niet gehoord, niet gezien voelen. Ze kunnen je gek vinden. Je kan je verdrietig voelen daardoor. Zeker als je de enige bent in een gezin of in een hele familie. De wanhoop die je dan voelt.
Je kunt je onbestendig voelen. Onrustig. Ja. En dat mag er gewoon allemaal zijn. Net als de natuur, daar mag ook alles zijn. Een tak die geknakt is en iets wat niet. Dit is, het is. Alles is. En het is een reden dat jij in je eentje als eerste in jouw gezin ontwaakt. Ze zijn over de hele aarde verspreid. Op bepaalde punten. De lichtwerkers. Dus die emoties die lichtwerkers ondervinden. Als ze botsen met die huidige samenwerking, met samenleving. Met die maatschappij waarin wij leven. En zorg dat je daar niet in vast komt te zitten. In vastloopt. Dit kan ook op kantoor zijn. Zie het juist als kracht en blijf in je kracht staan. Het is geen... Het werkt voor jou. Zie het juist als een bijzonder iets. Wanneer je eerder ontwaakt dan jouw omgeving. En wanneer je doorhebt dat je hier met een reden bent. Met een missie bent. En dat jij je roeping mag gaan, je hart mag gaan volgen. Mag gaan doen waarvoor we hier gekomen zijn. We zijn hier met een reden. En te beseffen dat we nu, dat dit de tijd is waarin we leven. Waarin het mag gaan plaatsvinden. Waarin jij mag gaan staan. En mag gaan doen waarvoor je hier gekomen bent. Dat is toch fantastisch? Het is alleen even moedig zijn. En doen. Knop omzetten. De lichtwerkers zijn degene die hier momenteel zijn. Als eerste ontwaken. Om de rest ook te helpen. In hun proces. Ik heb video's gemaakt. Nou, bijna van een jaar geleden. Waar ik nu ook nog reacties op krijg van mensen die die zien. Van ja, maar daar ga ik nu doorheen. Herkenning. Is toch fantastisch. Dat je je dan niet meer zo alleen voelt. Of, oh, wat overkomt mij nu? Nee, we are all in this together. Je gaat je niet alleen doorheen. En dat is juist het mooie ervan, dat je dat weet. Ja. En ook jij bent een lichtwerker. En kan er voor een ander zijn. Straal je licht. Schijn. Help anderen. En dan niet vanuit een codependentie. Maar gewoon ja. Wees er gewoon. Zijn. Zijn voor je medemens. Vanuit een vol hart. Dus vind de veiligheid ook in jezelf. In plaats van in anderen. We willen zo graag als mensen gewaardeerd worden. Gezien worden. Juist omdat we dat als kind al niet hebben meegekregen of gevoeld. En dat gebrek aan die ervaring. Die blijf je met je meedragen. En dan hoop je dat iemand ziet wat jij kan en wat je doet. En hoe fijn het wel niet is om die waardering te krijgen. Maar geef jij jezelf wel die waardering? Waardeer jezelf. Je bent een prachtige mooie ziel. Die hier als lichtwerker is. Om de mensheid te helpen in deze bewustzijnsshift waar we in zitten. We zitten in een verschuiving van 3D naar 5D. Van afgescheidenheid naar eenheid. Zijn, daar gaat het om. Dus ja. Je hoeft je niet extra te willen verklaren. Dat herken ik ook wel. Dat heb ik toen ook meegemaakt. Heel erg graag willen vertellen. Ja. En ook over je nieuwe ontwikkelingen. Over de dimensies en over de boeken die je hebt gelezen of leest op dat moment. En dat je dat wil bespreken met iemand. En die ander, die is daar niet. Dus ja,
interesseert die ander niet. En ook van daaruit kan je weer vriendschappen verliezen. Omdat ze daar helemaal geen interesse in hebben en dat ook duidelijk maken. En ja, dan gaat dat met energieën, gaat dat uit elkaar. Maar dan komen er weer nieuwe mensen op je pad. Die ook ontwaken of ontwaakt zijn. En ook dat boek lezen, wie jij hebt gelezen, wie jij zo interessant vond. Hou je daar vooral aan vast, hè? Ja, je bent helemaal niet zo anders. Helemaal niet. Laten we meer vanuit de eenheid gaan denken en kijken. Ja, dat is het, denk ik. En ga de natuur in. Kijk toch eens. Zo fantastisch. Rustig. Rustgevend. Als je er even helemaal doorheen zit. Hartstikke idee. Nou, een fietsje staat er nog. Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat ik er nog meer aan moet toevoegen dan be badass. Je bent een mooie ziel. En draag jezelf. Leer jezelf te dragen. Ja, het is soms niet makkelijk. Maar ook aan deze fase komt een eind. En er gaan steeds meer mensen spiritueel ontwaken. Jij bent gewoon een van de eerste. Zie het maar zo. Want zo is het. Ja, nogmaals. Als je vragen hebt voor een video, dan kun je die stellen. Ik heb Insta. Je kunt me een DM sturen. Een direct message. Bewust zijn is bewustzijn. En ja. Een hele mooie, fijne dag. Tot de volgende. Doei!